Welkom bij b2s Television. Deze week Reviews is terug en een nieuw interview omtrent Hardbase. Reviews is terug met extra lange sets van Frank Cavitta, Miss Jax en Danielle Haverbeck kunnen de hard techno en schansliefhebbers hun hart weer ophalen op 16 maart in Perron in Rotterdam. Voor alle informatie ga je naar b2s.nl/reviews. B2S Television ging op bezoek bij niemand minder dan de Noise Controllers. Wat kunnen we verwachten van de heren tijdens Hardbase? Hallo allemaal, Noise Controllers. We zitten in de studio en 2 februari is het weer zover. Hardbase. We kijken er super naar uit, zoals ieder jaar eigenlijk weer. Dit jaar zijn we er ook weer bij met Zani, Code Black en Penguins. Ja, ze zitten in hetzelfde team en wij gaan live optreden. Dat betekent weer een half uur Noise Controllers knallen. En ja, we hebben super veel zin in. Toen we in 2009 inderdaad om 11 uur het podium opliepen, was de eerste keer voor ons Gelderdoom, maar ook de eerste keer voor Hardbase Gelderdoom. Het was eigenlijk al bomvol en dat is natuurlijk voor ons kippenvel, dat was ontzettend gaaf. En ik verwacht dat eigenlijk nu weer. Ik bedoel, mensen hebben toch zin in een hele avond feesten. Ze weten dat de eerste team om 11 uur begint en dat wil gewoon niemand missen. In combinatie met een super vette show, wat echt bij Hardbase al niet normaal is qua leds en lasers. Ik verwacht gewoon dat het weer bomvol is, dus wij zijn er dan ook zeker bij om 11 uur. Ja, een live act is natuurlijk super vet, omdat we exclusief eigen tracks gaan draaien en edits van bestaande tracks. En dat wordt weer een hele happening. Bij een live act, en zeker op zo'n groot feest, is het altijd wat extra uit de kast halen, wat nieuwe dingen maken. We hebben op dit moment wat nieuwe tracks. Het is een half uur, dus ja, het wordt gewoon weer pieken, gewoon een half uur lang en knallen. Een paar tracks kunnen we wel verklappen, denk ik. Een Break the Show ga je sowieso horen. Het nieuwe anthem, wat we voor een Australisch concept hebben gedaan, Experience Beyond heet de track. Nou, die gaan we ook sowieso draaien. Nou, So High, vind ik, die hoort er gewoon in, hoor. Dus die komt er ook wel in. Er zijn een paar tracks die je van ons kan verwachten, maar er komen ook gewoon nieuwe dingen. Dus ja, daar gaan we niks over zeggen. We hebben ook dus een hardbase CD gemixt en er staan een aantal nieuwe tracks van ons op en een aantal edits ook. En ook nog een aantal tracks van anderen. Opmerkelijk daarvan is bijvoorbeeld een Outlander track die ik heel erg leuk vind. En wat andere tracks van mensen of de DJ's die daar draaien natuurlijk. Ons wat nieuwe tracks, Experience Beyond, een track die we echt onlangs hebben afgerond. Nou, een Break the Show die eigenlijk ook pas net is gereleased. Ja. Nou, Why So Serious komt erop. Oh, in de live acts zullen die tracks wel weer anders klinken. Ik bedoel, we gaan weer editen en weer inkorten, noem maar op, ons ding ermee doen. Maar wat dat betreft, ja, is de live act en de CD lijkt wel enigszins op elkaar wat dat betreft. Op de andere tracks nou, natuurlijk van andere artiesten. Ja. Jij denkt, dat valt wel mee. Ik zag het je gehakt. Wat we nu gaan doen, we zitten nu nog een maandje van het evenement, nou, nog minder hè, 3 weken ongeveer. Ja. Wat wij nu gaan doen, is gaan nu echt kijken van nou, wat kunnen we nog echt specifiek voor Hardbase gaan maken. Meestal maken we altijd een track die we eigenlijk alleen op Hardbase draaien. Dat weet ik dat we dat in 2009 bijvoorbeeld ook nog gedaan hebben. Zo'n edit met Hardbase vocals. Ja. Verder gaan we kijken van welke tracks willen we draaien. We moeten de live act ook nog in elkaar zetten. Er zit heel veel voorbereidend werk in. Wat dat betreft is het ook wel een groot verschil met een DJ set. Een DJ-set, je neemt je USB mee of je cd'tjes en je bedenkt van tevoren, nou, dit ga ik ongeveer draaien en that's it. En bij een live act zit er veel meer al planning in. Dat maakt het ook wel moeilijk, want je maakt je ook minder flexibel op het moment zelf. Dus wij gaan echt van tevoren nadenken, hoe gaan wij op Hardbase van 12:30 tot 1 zo goed mogelijk Noise Controllers keihard door dat Gelderdoom laten knallen. En dat is eigenlijk de voorbereiding, dus we gaan nog wat dingen maken. En de live act zelf voorbereiding. Ik denk dat we dat in de week voor het evenement zelf doen. Ja. 2 februari is zover. Hardbase. Nou, wij zijn erbij. 2009 zaten wij in Team Green. Dit jaar zitten wij in Team Blue. We hebben toen de tijd een hele vette groene vlag gekregen van b2s. Maar we hebben er nu niks meer aan, want we zitten in blauw. We gaan hem weggeven.
Hij heeft heel lang bij ons in de studio gehangen. In verband met de akoestiek kan die er niet meer hangen, dus jullie krijgen hem nu. We gaan hem signeren en leave een comment waarom jij de vlag moet krijgen. En als je een hele goede reden hebt, sturen wij hem op. Doen er wat stickers bij, een cd'tje erbij. Komt helemaal goed en dan is die van jou. Zie jullie 2 februari Hardbase. Destruction of the Omega Types by the hand of the Vision.